En minister Edgar Diekan van regionale ontwikkeling is sinds vrijdag op werkbezoek in Zuidoost-Suriname. In de vroege ochtend bracht de bewindsman een beleefdheidsbezoek aan Bono Velanti, de gramang van de Njuka-stam, op zijn residentie te Dritabiki. Hierna werd een kroetoe belegd met de dignitarissen en de plaatselijke bevolking. De missie zal de komende dagen verschillende dorpen langs de Tapanahoni, de Lawa en de Marowijnenrivier bezoeken. Zowel minister Diekan als de overige leden van de delegatie zijn onder de indruk van de micro-waterkrachtcentrale in de Gran Olosula Tapanahoni rivier. Hoewel de centrale nog niet officieel in gebruik is genomen, geniet het dorp Puketi en de directe omgeving alvast van de beschikbare energie. Minister Diekan werd tijdens de missie vergezeld door onder andere August Bado, DC van Sipaluwini, Wensley Misijan, directeur van Duurzame Ontwikkeling Afro-Surinamers Binnenland, Milton Grootvam, directeur in Heemsen, en Leroy Jack, directeur Agrarische Ontwikkeling Binnenland. Ook de parlementariërs Aida Nading en Ridolf Zeeman maken deel uit van de delegatie.